De eeuwen tussen 500 en 1500 worden de middeleeuwen genoemd. West-Europa wordt in deze tijd min of meer. Drie standen bepaalden het gezicht van de middeleeuwse maatschappij. Naast de kerkelijke stand was er de ridderstand en de boerenstand. Steden en landsgrenzen ontstaan. Aanvankelijk lieten deze ontwikkelingen weinig ruimte voor het maken van kunst. In de latere middeleeuwen, als Europa tot rust is gekomen, komt een bloeiende stadskunst tot ontwikkeling. Voor het behoud van de West-Europese beschaving zijn de kloosters zeer belangrijk geweest. De besloten gemeenschap van het kloosterleven gaf veel middeleeuwers de mogelijkheid om het land te bewerken, een opleiding te volgen en aan wetenschap te doen. Rond deze kloosters ontstond vaak een woongemeenschap. De bouw van veel kloosters werd mede veroorzaakt door de routes van pelgrimstochten, als halteplaatsen op weg naar bijvoorbeeld Santiago de Compostela in Noord-Spanje. De eerste algemene kunststijl in West-Europa heet de Romaanse stijl. De architectuur was sober en doelmatig. De verschillende ruimtes, zowel van binnen als van buiten gezien, blijven duidelijk zichtbaar. De Romaanse kerk is vanuit de basilica ontstaan, met als plattegrond de kruisvorm. Het vierkant, gevormd door het snijvlak van de kruisarmen, werd als maateenheid in het hele doorgevoerd. De muren moesten de druk van de zware tongewelven opvangen. Hierdoor waren slechts kleine openingen als vensters mogelijk. Daarom is het interieur van Romaanse gebouwen somber en donker. De beeldhouwkunst is ondergeschikt aan de architectuur. De grote thema's uit de Bijbel werden voornamelijk in drukke, vlakvullende reliefs uitgevoerd door anonieme makers. Goede anatomische verhoudingen werden onbelangrijk gevonden. Ook de schilderkunst heel ten dienste van het christelijk geloof. Van de schilderingen op de vaak kleine houten panelen was het onderwerp altijd Bijbels. In kloosterhandschriften werden hoofdletters vaak kunstig versierd.
Het gewone volk droeg een eenvoudig linnen bovenkleed, de zogenaamde wambuis. De kleding werd in onderdelen aan elkaar genaaid. Bij de dames van de hogere standen was als kleding in de mode de bliot, een lange japon waarvan het bovenstuk nauw aansloot. De mouwen liepen naar onderen zeer wijd uit. De kenmerken van de Romaanse stijl zijn zware bouwconstructies met rondbogen en kleine vensters. Anatomische verhoudingen onbelangrijk. Miniaturen. Eenvoudige kleding, weinig versieringen.